Hey, grappies en grappinnen. Een goede vriendschap begint met een goede dosis eerlijkheid. En er is eerlijkheid. En er is eerlijkheid. Hoor je het? Eerlijkheid. En mensen zeggen mij wel eens, Defano, jouw filmpjes zijn echt geinig. Dankjewel. Maar vaak probeer ik niet eens geinig te zijn. Er zit echt een boodschap in. En ook in dit verhaal. Er is dus eerlijkheid. En er is eerlijkheid. Ik ga jullie voorbeelden geven. Stel je eens voor, jouw vriend of vriendin komt naar je toe en vraagt: hey, hoe zie ik eruit vandaag? Maar deze persoon lijkt vandaag op 10 keer niks, maak er maar 100 van. En jij zegt dan: kan beter. Je hebt niet gelogen, maar dat is eerlijkheid. Eerlijkheid. Soms heeft deze persoon gewoon de harde waarheid nodig. Een harde klap naar de... Dat was het vuist. Een harde klap naar de realiteit. Op dit leven kan ja 100.000 keer beter. Ik bedoel van, wat is dit? Ben je vandaag model? Als bedorven banaan of zo. Als ik in een minuut deed in je klerenkast, had ik nog wat beter uitgekozen. Nee, doe dit uit, doe dit uit. En ik weet wat sommige mensen nu denken. Ben ik dan niet een beetje gemeen? Nee, daar ben je vrienden voor. Jij moet hem of haar kunnen zeggen: hé, je moet stinken vandaag. Ga poetsen. Dat moet kunnen, want daar ben je vrienden voor. Die rechten heb jij. Jij zorgt ervoor dat hij of zij er fris uitziet op straat, zodat een ander onbekend persoon het niet tegen hem of haar gaat zeggen. Want dan is het veel erger. Snap je? Loop naar een spiegel, bekijk jezelf en zeg: bezit ik deze skills? Doe ik dit? Zeg ik de waarheid? Ik bedoel maar van, soms zie je een dame op straat lopen, die is normaal bleker dan Casper het spookje. Dat is niet erg. Maar dan zet ze foundation en dan wordt ze helemaal oranje. Hou je echt zoveel van Nederland? Hè? Hè? Sinds wanneer zijn sinaasappels in de mode geworden? Mis ik wat? Mis ik wat? Sorry, het zit me een beetje hoog. Maar dan zeg jij als vriendin: hey, lieve schat, je lijkt op een vers geperste sinaasappel. Dus, hou weg. En ze zeggen wel eens dat vooral meisjes niks tegen hun vriendinnen zeggen, omdat zij zelf er het fris uit willen zien. Is dit echt waar? Zet jij jezelf echt boven je vriendinnen? Ja, dat moet ook, maar ik bedoel niet te veel. Je weet, oké, laat maar. Het lijkt alsof ze dronken is. Ze loopt zich zacht. Ze loopt als een gewond hert. Ze doet lopende Harlem shit. Wat doet ze allemaal? En daar ben jij voor. Maar dan zeg jij: hey, doe gewoon platte schoentjes aan. Ja toch? Jouw gappie heeft donkergele schoenen aan. Met een rode broek. Met een donkerblauw shirt. Met een babypaarse pet. Wat doet hij? Hij lijkt op een regenboog met koorts. Hij doet skittles, dan skittles kan hem aanklagen. En jij zegt gewoon niks. En jij kijkt gewoon van: oeh, kleurrijk vandaag. Helemaal top. Exotisch. Kom op. Er bestaat nog altijd zoiets als een mening. Dus jij kan zeggen: hey, ik vind dit echt niks. En hij of zij zegt: nou, ik wel. Nou, dan houdt het daar op. Maar dan heb je het wel gezegd. Dan was jij een goede vriend. Zeg jij niks, dan ben jij geen goede vriend. Dus vraag jezelf af: ben jij een goede vriend? Je kent het wel. Al die talentenjachten, Alles Got Talent en van vroeger Idols, X-Factor, etc. Je hebt zoveel mensen horen zingen die zo slecht waren. En sommigen zijn daar voor de entertainment of voor de lol. Maar er zijn mensen die serieus denken dat ze echt kunnen zingen. En dat is door hun vrienden. Echt waar. X-Factor gaat weer bijna beginnen. En ik wil echt meedoen. Ik weet, je hebt me nooit op mijn best horen zingen. Dus luister, wat vind je ervan? Ik kwam jou tegen. Dat is het hezel, hoor. Dat krokant op het stemmetje, daar houden ze tegenwoordig van. Tegen. Ja, ja. Hoor je? Hoor je? Kijk hier, je verwacht van mij niks meer dan eerlijkheid. En ik roem maar van, daar ben ik voor. Ik ben je vriend. Een goede vriend van je. En dat is fantastisch, man! Schrijf je in die Freddy. Prachtig! En dan, wat gebeurt er dan? Dan gaat deze persoon jouw vriend op tv, want hij denkt of zij denkt dat zij de nieuwe Beyoncé is. Maar deze persoon is de nieuwe Beyoncé! En deze persoon gaat palikant af op tv voor 17 miljoen mensen. Bij wijze van, laten we zeggen 2 miljoen. 2 miljoen mensen kijken. En ze gaat gewoon helemaal af. Door jou bedankt. Deel deze met je vrienden als je het minste hebt. Geef dit filmpje natuurlijk een duimpje omhoog. Ben jij een goede vriend? Ben jij eerlijk? Geef dit een duimpje omhoog. Wees eerlijk. Deel dit met je vrienden. Laat eens aan je vrienden zien. Heb jij die band met je vrienden? Zeg het allemaal in de reacties. Wat vond jij van de video? Laat het weten. Abonneer op mijn kanaal. Laat jouw vrienden, als ze eerlijk zijn, abonneer op mijn kanaal. Als je eerlijk bent, zeggen ze: hey, deze gast vind ik best geinig, als je hem geinig vindt. Bekijk hem eens. Ga abonneren. Dus ga dat doen. Laat het filmpje aan al jouw vrienden zien. En creëer die eerlijke band. En voor de rest wil ik zeggen, morgen een nieuwe video.
Dus ga die zeker ook checken. En ja, dat was het wel. Dikke doei, grappies en ga binnen.